overstappen op de werkkostenregeling, dat doet u toch zeker zelf? Per 1 januari 2015 moeten alle werkgevers overgestapt zijn op de werkkostenregeling. Die regeling moet het allemaal een heel stuk gemakkelijker maken. En dat is feitelijk ook zo. Veel ingewikkelde regels vervallen. Maar voordat het zover is, moet u nog wel even aan de bak. Wat heeft Wekers nou eigenlijk precies uitgezocht? Een aantal werkgevers is al eerder begonnen met de werkkostenregeling. Vanuit die hoek is de nodige kritiek gekomen. De staatssecretaris heeft zich die kritiek natuurlijk aangetrokken en heeft zijn plannen bijgesteld. De nieuwe regeling is nou bekend. Overstappen vraagt om een goede voorbereiding. De clou van het probleemloos overstappen op de werkkostenregeling zit hem in de zorgvuldige voorbereiding. Daarbij is niet alleen de salarisadministratie betrokken, maar ook de afdelingen HR en de afdeling Financiën. Alle vergoedingen en verstrekkingen aan het hele personeel zullen in kaart gebracht moeten worden. Daar moet u de nodige tijd in stoppen. In grote lijnen verloopt de overstap op de werkkostenregeling in 3 stappen. Inventariseren. Zoals ik net al zei, is dat de belangrijkste en meest tijdrovende klus. Begin daar dus meteen aan. Implementeren. In deze fase komt het opnieuw vormgeven van het declaratietraject en de herinrichting van de administratie aan de orde. Dat is naar onze mening iets totaal anders dan het aanmaken van een paar grootboekrekeningen. En natuurlijk komt ook de voorlichting aan de medewerkers en aan het management aan bod. Aanpassen arbeidsvoorwaarden. De werkkostenregeling wijzigt de fiscale status van kostenvergoedingen. Het kan goed zijn dat u daar op een andere manier mee om wil gaan. Maar eenmaal gemaakte afspraken met werknemers kunt u niet zomaar overboord zetten. Daar moet u dus goed naar kijken. Ook hier is op tijd beginnen het sleutelwoord. Moet ik daar dan geen deskundige voor inschakelen? De meest deskundige bent u eigenlijk zelf. U kent als geen ander de weg in de organisatie en de administratie. En die inventarisatie is eigenlijk de grootste klus. U zult ook op zoek moeten naar vergoedingen en verstrekkingen die buiten de salarisadministratie omgegeven worden. Ook een externe adviseur zal u daarom vragen. En als dat eenmaal gebeurd is, is de klus eigenlijk al voor het grootste gedeelte geklaard. TwoExplain helpt u het zelf te doen. Sinds de invoering van de werkkostenregeling heeft TwoExplain al honderden vakgenoten opgeleid. Aan de hand van die kennis en ervaring hebben wij een 3-luik opgesteld. In 3 studiedagen leert u de 3 fasen van de werkkostenregeling te doorgronden. Voor het bedrag waarvoor u normaal gesproken 1 dag een adviseur in huis haalt, hebt u nu zelf de kennis. En met die kennis kunt u nog jaren vooruit. Overstappen op de werkkostenregeling, dat kunt u toch zeker zelf.